Dat is Alicia de Keulenaar uit Beveren. Ik neem aan dat ze zo meteen wel klaar is, want we zijn een klein beetje vooruit op het schema. Dat is dus wat anders, want als je natuurlijk zo'n 36 mensen moet beluisteren, het moet allemaal nogal strak getimed zijn en het is sowieso al een marathon. En Alicia de Keulenaar komt uit Beveren. Ze is ook violiste en studeert privé. En u hebt al gemerkt dat er in de kandidaten zowel mensen zijn die aan een van onze academies studeren, dan wel privé. Dus bij haar is dat ook het geval. En zij studeert bij Lucrecia Gomez. En zij wordt aan de piano begeleid door Lester van Loek en speelt een concerto in E-groot van Pietro Nardini. Ook dat is weer een componist die we niet zo goed kennen. Hij was in zijn tijd wel een grote meneer, niet alleen als componist, maar zelf ook als violist. En uit een van zijn concerti in E-groot horen we twee delen, het eerste deel en het derde deel. Alicia de Keulenaar uit Beveren, ook zij is 11, zij is net in februari 11 geworden. En zij gaat ons dus meteen vergasten op dat werk. Ik wil tussendoor, want het is toch een hele lange dag en iedereen stemt wellicht niet het hele programma af op deze link. De jury voorstellen, dat zijn Roeland Hendricks, klarinetist, man met een eigen ensemble en ook docent hier in het Lemmens Instituut, want hier in Lemmens heeft deze finale plaats, of de Luca School of Arts, zoals je dat nu moet noemen, want alles is in het Engels deze dagen. Rob Lukeraad, Katelijn van Kerkhoven, Pascal van Os, Ivo Venkhoff en Brendan Jan Wolsch. En dus nu dus Alicia de Keulenaar, zoals gezegd, met die twee delen uit een concert van Pietro Nardini. Thank you.
Dat was Alicia de Keulenaar met de muziek van Pietro Nardini.